Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Presentatie van Team Frisk. Hoe komt dit op die oer? Ja, wel leuk. Spannend, hè? Ja, nou ja, ik heb er wel zin in. Maar ja, vorig seizoen weer wat minder. Maar ik hoop dat dit seizoen weer beter gaat. Ja, want als het een presentatie is, daar wil ik vragen naar je eigen doel. En hoe voelt dat dan? Ja, wel... Ja, weet ik niet. Het is wel wat raar of zo, maar... Dat waai je super net van jezelf te zien? Nee, want ja, je kan je lat ik te heeg zetten, maar... Het kan ik weer heel goed uitpakken, dat het heel goed gaat. Dus zo is het al vliegend hier een minder seizoen. Dus dan heb je eigenlijk ook weer, kun je stapjes mooi zien. Ja, dat kijk ik wel van nu, dat het dit seizoen beter gaat. Waar laat het vliegend hier om? Nou, ik kies mijn hamstrings, die heel snel groeit. Bij mijn hamstrings en spieren kan ik dat net bijbenen. En ja, die wind is gewoon te kwad. Dus wij er al jips zitten net goed lukt en zo. En ik moet dat die gewoon zien. Eigenlijk hoop je nou dat die groeistuipen voort binnen? Ja, nou ja, dat hoop ik wel. Het gaat in ieder geval in de simmer gong al beter. Maar we zullen zien. Viel staat ik dan in de simmer van dat het beter gaat? Ja, in het begin hier ik vol nog wat les van. Maar nu de laatste paar weken merk ik wel dat het goed gaat. En nu het ijs haast weer op, dus vanmiddag win je meer al op het ijs. Dat jouwt een heerlijk gevoel, hè? Ja, ik heb wel zin in, maar het was de eerste keer weer. Dus het ging net zo dat ik goed. Nee, want wat mist er dan? Nou, ik hier naar ijs is en dan moest ik een beetje wennen. Dus in de bochten kon ik net sturen, dat hoor je net. Maar aan einde van de training ging het al beter. Het materiaal en het lichaam, dat maakt mooi werkje wat er in Holle eigenlijk bij die aanspeelt. Ja, eigenlijk wel. Dat is de combinatie dus. We wensen je een soort succes, jong. Nou, bedankt. Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij.